Ik heb ze allemaal naast elkaar gezet. 9:30 en wij lopen in Elburg. Wat goed! Dus, dag 1. Een hele goede morgen. Superleuk dat jullie kijken naar... Het is eigenlijk voor mij al middag. Naar een nieuwe weekvlog. Als je vorige weekvlog hebt gezien, dan heb je op het eind gezien dat Angela mij dit appje stuurde. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik elke dag aan 10.000 stappen kom. Ik zit nu ongeveer op 3.000 stappen. Dus ik moet nog even 7.000. Ja, 7.000. Ik ga mijn best doen. Ik ben bezig met school. Ik heb allemaal activiteitenschema's moest ik maken. En ik ben weer bezig met mijn website. En met nieuwe opdrachten voor de laatste periode. We hebben nog maar echt van 3 keer les. Iets van 3 keer les. En dan is het al klaar dit jaar. Dus super snel. Maar ik moet nog best veel doen. Dus daar ben ik druk mee. Ook ga ik vanmiddag eventjes mijn plantjes ompotten. Dus het is eigenlijk een beetje van de update van de moestuinmaatjes op maandag in plaats van op vrijdag. Nou, misschien doe ik vrijdag ook nog wel even. Maar dat ga ik eventjes doen. Ik ga dan ook nog even lopen naar de Albert Heijn. Want ja, ik moet toch even aan mijn stappen komen. Misschien doe ik even een extra groot rondje. En dan hopen dat ik aan het eind van de dag de 10.000 stappen heb gehaald. Ik ben benieuwd. Oké. De bedoeling is dat ik plantjes van hier ga ompotten in deze potten. Niet met wijn, nee. In deze potten, kijk. Nu heb ik allemaal zo'n mooi gaatje eronderin. En dan ga ik deze weer hierin zetten. Ik moet even die hydrocorrels hebben. Geen spin? Nee. Oké. Die heb ik nodig. Oeps. Ook moet ik nog even een lepeltje pakken. En een schaar. Want dan kan ik die moestuintjes openknippen. Nou leuk. Gaan we doen. Oh, ik loop helemaal de verkeerde kant op. Oh ja, ik heb ook deze nog. En die plantenbinders. Daar ga ik ook wat mee doen. Let's go, let's go, let's go outside. Woehoehoe. Oké, we gaan beginnen. Ik ga even kijken wat jullie neer gaan zetten. En dan gaan we ervoor. Nou, het eindresultaat. Ik heb ze allemaal naast elkaar gezet. Dit is toch fantastisch. Hier heb ik stokjes bij. En bij die heb ik ze enigszins vastgezet. Maar ze zitten nog wel zo los dat ze gewoon kunnen groeien. Bij die ook. Helemaal leuk. Dit laat ik hier buiten liggen. Deze neem ik mee. Mijn lepeltje en mijn andere dingetjes. En dan ga ik even een updateje doen van wat er nu in mijn... moestuin staat, wilde ik zeggen. Maar ik verlies alles ondertussen. Kijk, dit staat er nu in de moestuin. Of in de kastding, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, ik ga er even water bij doen. En dan gaan we het weer afwachten. Jongens, ik heb vanmiddag even gelopen. En 50 minuten. En ik ben nu op de fiets. En ik, niet door het fietsen, maar ik heb 10.000 stappen gehaald. En kijk eens wie hier is. De girl herself. En hoeveel stappen heb jij gehaald? 10.000. Goed zo. Dus, dag 1 is voltooid. Not. Corine en ik zijn ondertussen even aan het fietsen. Nu even niet. Maar we gaan weer even fietsen. Bam. Gehaald. Hooghartslag.nl. Maar ik heb het gehaald en ik ga nu even mijn make-up eraf halen. En dan ga ik lekker slapen, want morgen moet ik vroeg werken. Ik ga morgen namelijk werken in plaats van vrijdag. Morgenochtend heeft mijn groep, de BSO-groep, heeft een theaterworkshop bij de Theater BSO. Dus daar ga ik dan mee naartoe. Goeie zin. En dan werk ik van 9:30 tot 12:30. En dan ben ik aankomende vrijdag lekker vrij. Maar dat betekent wel dat mijn wekker vroeg gaat. Dus ik zeg good night. Sleeptijd.
Don't let the bed bugs bite. Zo, ik heb even een ochtendje gewerkt, want ik heb geruild met vrijdag, volgens mij had ik het al verteld. In elk geval heb ik vanochtend gewerkt en we gingen naar Theater de Kamers. En daar kregen de kids een theaterworkshop en gingen allemaal leuke activiteiten doen en leuke spelletjes. En ze hebben geknutseld, was echt super leuk. Ik zit inmiddels op 4.500 stappen. Het regent, het is echt naar weer. Waait super hard. Maar ja, challenge is een challenge, dus ik moet strakjes thuis nog lopen. Zin in. Ik ga eerst naar huis rijden. Jongens, ik ben doorweekt. Als je het kon zien. In elk geval, de zeik is nat, want het ging net super hard regenen. En ik liep in het bos. En toen werd ik helemaal beregend. Maar still going strong. Ik heb nog even een omweggetje genomen. En ik ga lekker. Ik zit op 7.500 stappen nu. 2 hours later. Ik ben thuis en ik zal even de situatie hier met jullie delen. 9.359 stappen. Ik ga dit in huis behalen vandaag. Ik ben gebroken! Pap. Ja. Zit je lekker voetbal te kijken? Ja, heerlijk. Nou, daar gaat je voetbaltijd. Halve finale. Wat weet je wat ik ga doen? Nou? Dit masker op je hassen gooien. Nee. En, oh, chocolate. Ben je er klaar voor? Ja, kom maar joh. Oké. Okay. Oh, dat is een penalty. Ik heb het idee dat hij het eerste penalty. Wacht even, het is penalty. Penalty, jongens, penalty. Ja, hoofdje achterover. Oh. Nou. Oh joh, kijk dat toch. Ik zit onder de chocola, kijk. Dat is allemaal chocola. Nou. Nou, ga je overwassen. Mag eraf, hè? Ja. Kom daar, dan gaan we. Oh, dat is al een radiatie, dit. Niet je ogen open doen. Nee. Nou, jongens. Het is er weer af. Dan komt hij, hè? Oh, wat een stralend huidje nou, heb je. Hey, ik even een mijlandje erin gooien. Wat goed! Meid! Meid, wat goed! Hé, hey, nou, ja. Was leuk. Geniet ervan verder ja, met dankjewel. Je stralende huid. Ik weet niet... Oh, het is wel zacht, hé. Dit was hem weer. Het maskertje van Henk. Een nieuw item, het maskertje van Henk. Dat is wel een goeie. We gaan maskers uitproberen. Het maskertje van Henk. Jongens, ik heb weer de 10.000 stappen gehaald. 11.000 om precies te zijn. En aan het eind van de week zal ik even een screenshot maken van mijn stappen die ik gehaald heb. Want het is echt waar. Ik zit niet lopen te liegen hoor. Vandaag heb ik even gewerkt. En... ja, dat eigenlijk. Punt. Ik ga vanavond even chillen. Ik heb net even nog een rondje gelopen, want ik moest dus mijn 10.000 stappen halen. En morgen werken en dan ben ik vrijdag vrij. Lekker, lekker, lekker. Dat was even de update voor vandaag. Zo, wij zijn eventjes op pad. Toch? Ja. Gezellig, mama? Ja. Mama? Hey. Mama? Oh ja, ik zit direct op de leer. Ik wil jullie informeren. Ja, want we zijn in Elburg, of in Doornspijk, bij de boerderij, de kaasboerderij. Ja. En we gaan hier een corona-tour doen. Koe? Hoe zit je? Koe? Want die meneer die vertelde dat ze normaal hebben ze rondleidingen met echt gewoon 40, 60 mensen. Maar dat kan nu natuurlijk niet. Dus we hebben nu een papier gekregen, man. Ja, zal ik beginnen? We zijn nu in de Kalfjesstal. Ach, je kijkt. In 1865 stond op deze plek de eerste boerderij. Oh.
Deze stal is uit 1987, waar tot 2013 de koeien verbleven, maar nu alleen nog de kalfjes. Loopt de stal hey. Gaat dus de grootste hallo. Oh, wat een liefje. Hey. Nou, tongetje. Ja, dat voelt echt als schuurpapier. Kinderboog. Hallo. Diva. We moeten naar de stal met... Hallo meneer. Naar de stal met drie bogen. Dat is daar. Wat leuk. Wat leuk dit. En daar gaan we dan in? Neem ik aan. Ja, dit is de zogenaamde sterrenstal. Ja. Buiten of in. Oh, dan denk ik dat ze buiten zijn. Ja, want er is hier helemaal niks. Kijk. Waarom gaan de koeien eigenlijk naar buiten? Is dat een vraag die ik moet beantwoorden? Ja. Omdat het mooi weer is, omdat lente is. Omdat ze dan kunnen grazen. Het eten van vers gras. Ja, er zijn er toch een paar. Wow. Die is groot gek. Met zo'n andere ras. Hallo. Maar jij bent de beste koei. Nee, daar hang je niet aan hoor. En dan komen die anderen komen eraan. Hey, kom maar. Deze kant op. Dit zijn bruin Swiss koeien. Een bruin Swiss koeien? Ja. Kom maar. Ze geven minder melk dan de zwarte. Oh, kijk nou. Hey, let op, boog. De koeien fluisteren. Onder het pad bevindt zich de melkleiding die elke ochtend de nog warme melk van de melkstal naar de kaasmakerij brengt, waar ze er direct boeren kaas van maken. Dat is dit pad. Ja. Dat is dat pad. Nou, stop. Is toch mooi dat zo kan. Zoals jullie zien zijn wij vandaag even op pad. We gingen naar de kaasboerderij in Doornspijk. We zijn even naar Elburg geweest. Daar hebben we een visje gegeten en paling gehaald. En oh, een mooie oude oldtimer. En nu gaan we richting Kampen. We gaan eventjes langs Open Oma, uiteraard op 1,5 meter afstand. Maar we zijn al zo lang niet met z'n drietjes geweest. Dus we hebben zoiets van, we gaan lekker. En Open Oma die willen dat ook heel graag. Dus weet je, it's alrighty. En als ze gewoon de 1,5 meter afstand houden, dan komt het helemaal goed. En ze hebben hun slaapkamer helemaal geüpdate. Ja, dankjewel. Geüpdate. Ze hebben een nieuw bed. Hebben ze ook al nieuwe kastjes? Nee, die zijn ook nog niet binnen. Oh, de nachtkastjes zijn nog onderweg. De nieuwe kast is er wel. Nieuwe kast, de kledingkast is er. Dus dat gaan we eens even allemaal bekijken. En we hebben net ook allemaal plantjes gekocht en kaas. Het is echt helemaal top. Kijk, die hebben we gekocht. En we hebben hier nog een grasje en nog een plantje erin. Het is heel leuk roze. En kaas en eieren. Poh, lekker! Daar zijn we dan. Joehoe! Hallo! Hallo! Dag moeders! Hey! Goedemiddag! Hallo! Goedemiddag! Wat leuk, wat gezellig! Alles goed? Alles prima! Goed zo! Goedemiddag! Alles mij, oh ja, de nieuwe slaapkamer! Laat eens zien! Oh, wat mooi, oma! Ja, goed. Ja. Echt mooi. Ja. Het is een mooie kast. Ja, heel blij. Ja. Ik heb alweer gezeten. Hallo. Kijk. Hoe deed je dat, man? Altijd chaos bij binnenkomst bij Open Oma. Maar wel even gezellig om ze weer te zien. Ik ga ondertussen even naar de auto, want ik moet even mijn oplader pakken van mijn telefoon. Ik heb alweer te veel gefilmd, dus die is alweer leeg. Een hele goede vroege ochtend. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend 9:30 en wij lopen in Elburg. Want wij moeten om 10:00 bij de Elburger boekhandel zijn. Want, dames en heren, wij hebben met de autorit die we hebben gedaan met Koningsdag gewonnen met een spel. Of nou ja, Stan heeft ervoor gezorgd dat we hebben gewonnen met een spel. Met één fiche. Met het bierviltjes gooien. Eén bierviltje. En wij mogen... Mag ik ook credit voor hoe ik de auto heb geparkeerd? Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dat is ook wel weer zo. En ik credit voor mijn filmwerk, zodat jullie het nu even kunnen zien hoe dat ook alweer ging. Ik ga mijn best doen. Oh no! Ja, ik heb niet echt de beste positie. Doe de deur open. Ik doe de deur open. Moet ik nog iets naar voren dan? Dat is beter, hè? Oh, net al.
En dat gaan we dus nu ophalen. Dus ik ben erg benieuwd. Helemaal leuk. Lekker vroeg ook. Ja. Het is in ieder geval een heel geslaagde dag geweest die dag. We hadden 300 aanmeldingen, maar uiteindelijk zijn we daar ook mee gestopt. Want we hadden nog door kunnen gaan, want ik geloof dat s'avonds 300 aanmeldingen al zover gevuld waren. Maar het was in ieder geval een hele geslaagde dag. Lekker weer, zonnetje erbij. En ja, gewoon geweldig dat jullie deelname er was en dat jullie zo geweldig gescoord hebben. En bij deze zou ik zeggen, allemaal gefeliciteerd. Bedankt. Ja, bedankt. Hé, hey, wij zijn klaar en wij hebben ons spelletje opgehaald. Het kutspel. Heel leuk. En we zijn op de foto geweest, alleen we hebben eigenlijk geen idee waar die foto komt. Moeten we dat meer eens vragen? Op de website toch, zei die? Ja, ja, het was over Elburger Krant ook of zo. Nee, dat zei ik als krant. Ik weet het niet. Maar goed, dat zien we dan wel. Even die Facebook in de gaten houden. Misschien is dat wel leuk. En wij hebben ook nog een leuk fotootje gemaakt. Check mijn Instagram. En het is nu heel vroeg. Dus we gaan kijken wat de dag nog ons brengt. De hele dag voor ons. Ja, dat is wel lekker. Dan heb je nog wel een hele dag. Maar erg leuk. En misschien volgend jaar weer. We weten het niet. Dag meneer. Ja. Fijne dag. Gisteren toen we onze prijs hebben opgehaald, zijn we nog even, of toen gingen we eigenlijk, wilden we weggaan, goed verhaal weer. Maar toen kwamen we nog een hele grote bank tegen en ja, dan moet je maar even kijken. Dit is hoe ik erop ging. Hoe ga ik hier op? Dit ding, dat is net zo groot als ik. Heel charmant. Oké. Het zit. Kijk je beentjes bungelen. Ja, zo ging ik er dus op. En we hebben hele leuke fotootjes gemaakt. Hier even een paar voorbij. Superleuk, superleuk. Was echt heel leuk. En daarna, wat hebben we verder nog gedaan? Niks eigenlijk. Ja, we zijn naar de stad geweest. Ik heb nieuwe schoenen gekocht, dames en heren. Komen ook eventjes in beeld. Paul, wat een prachtige, prachtige schoenen. Ik ben helemaal gelukkig mee. En verder hebben we gewoon lekker gerelaxed. En ja, we waren best wel moe, want we hadden vrijdag op zaterdag niet zo lang geslapen, want we waren laat thuis en zo. Nou, in elk geval, erg gezellig. En nu lekker chillen met die billen. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden en dan zie ik jullie weer volgende week. Doei! Ik ga nog niet weg, want ik moet nog vertellen dat ik de 10.000 stappen challenge heb gehaald. Kijk maar hier een overzichtje van mijn stappen deze week. Angela had hem soort van niet gehaald. Ze had al vanaf zaterdag 10.000 stappen gehaald en ze had vrijdag niet gehaald. Maar eigenlijk was het van maandag tot en met vrijdag. Maar goed, doe maar weer. Nu ga ik echt. Doei!